Hey Klaas. Dag Talita. Hoi, superleuk om hier te zijn. Nou, welkom. Is dit jouw natuurlijke werkomgeving of niet? Ja, dit is mijn natuurlijke werkomgeving. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik heb hier 2 weken gezeten. En daarna gingen we in lockdown. Dus ik ben hier ook nog niet zo heel erg veel geweest. Ja, precies. Want jullie zitten normaal gesproken aan het Felixplein. Dat kennen veel mensen. Daar kom je dan langs. En dat herken ik. Ik wist niet, inderdaad, toen dacht ik al meteen. Is de kluis ook mee verhuisd? Nee, de kluis is niet mee verhuisd. Sterker nog, de kluis gaat ook definitief niet terug verhuizen. Want kijk, we zijn dus ons gebouw aan het renoveren. En een van de dingen die we gaan doen, is de kluis uit dat gebouw slopen. We gaan een nieuwe kluis bouwen op de oude vliegbasis Soesterberg. Okay. Dus daar gaan we een cashcentrum. Ja. Dat is vanuit logistiek standpunt is dat veel praktischer om gewoon een cashcentrum in het midden van Nederland te hebben en niet midden in de stad. He, want dan lopen die vrachtwagens eigenlijk alleen maar vast op de stadhouderskade enzovoort. Precies, ja. En als het gebouw dan gerenoveerd is, dan is ons oude gebouw alleen nog maar een kantoorgebouw. En dat stelt ons ook in staat om het gebouw veel opener te maken. Veel transparanter, he, want dat heeft natuurlijk dan een andere beveiligingsschil nodig. Als er geen waarde meer ligt, alleen nog maar mensen werken. Dus dan kunnen ook mensen makkelijker misschien in de lobby even flex werken of in de koffiecorner zitten. Ja, dan gaan we ook een deel van de ruimte gaan we quasi publiek maken. Dus opener, met een mooi auditorium waar ook veel gebruik van gemaakt kan worden. Een bibliotheek en dat soort dingen. Ja. Dus we willen ook daarmee ook echt uitstralen dat we midden in de maatschappij staan. En daarom willen we ook terug naar het Frederiksplein. Mooi, ja. Ik wil nu eigenlijk al gelijk in de toekomst duiken. Van zegt dit al gelijk dan inderdaad iets over de Nederlandse Bank en jullie rol, hoe jullie jezelf zien in de toekomst? Ik denk het wel. Ja, dat meer klopt. Die openheid en transparantie. Ja, wij zijn een maatschappelijke instelling. Dat zijn we eigenlijk al 200 jaar. Maar wij moeten natuurlijk gewoon met onze tijd mee veranderen. En het is waar dat in anno 2021 is er gewoon meer nadruk op openheid, verbinding. Verbinding met andere delen van de maatschappij. En dat willen wij ook heel erg uitstralen. Ja, nou Klaas, we zitten op dit moment in mijn leven sowieso in de grootste crisis die ik heb meegemaakt. Geldt dat ook trouwens voor jou? Is dit de grootste? Ja, ik vind het altijd moeilijk om ze te vergelijken. Ik moet eerlijk zeggen dat 15 jaar geleden, 2008, 2009, dat was ook een behoorlijk grote crisis. En ik ben zelf groot geworden, eind jaren 70, begin jaren 80. En dat was misschien voor de Nederlandse economie een misschien nog wel diepere oliecrisis, zeg ik even dan uit. Ja, die 2 oliecrisis uit de jaren 70. En toen was eigenlijk alles ontspoord wat in een economie kan ontsporen. Dus toen hadden we hoge inflatie, een overheidsfinanciën die volstrekt uit de rails waren gelopen. Bijna 10% werkloosheid. Dus toen was het echt goed mis. Dus daarmee vergeleken hebben we nu 2 heftige crisis. Maar crisis waarvan ik nog steeds wel denk dat ze kortdurender zullen zijn dan de slump die we toen begin jaren 80 hadden. Toen je toen jong was, kleine Klaas, had hij kunnen verwachten op een dag deze functie, deze positie te hebben bij de Nederlandse Bank? Nee, natuurlijk niet. Dit is niet een functie waar je voor plant. Kijk, ik ben altijd gegrepen geweest door financiële economische vraagstukken. En ik heb de dingen gedaan in mijn leven die mij op het pad kwamen. En ja, dat dit pad hier is terechtgekomen, dat is heel mooi. En daar ben ik ook nog steeds heel dankbaar voor. Ja. Maar daar gaat geen planning aan vooraf. Nee. Dat zou heel mooi, heel stoer zijn om dat achteraf wel te suggereren. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ja, precies. Wat is de rol geweest de afgelopen... Nou, we zitten nu in maart, dus we hebben nu al een jaar zitten we in deze pandemie. Wat is de rol geweest de afgelopen jaar van de Nederlandse Bank in deze coronacrisis? Nee, een verschil van deze coronacrisis met die van, ik moet zeggen, 12, 13 jaar geleden... Ja. Is natuurlijk wel dat de vorige crisis begon in de financiële sector. En toen was de Nederlandse Bank dus ook duidelijk centraal in de crisisbestrijding. Nu is het zo dat dit is een crisis, ja, die komt toch van buiten. Hè? Een gezondheidscrisis die vervolgens leidt tot een economische crisis. Werden jullie door overvallen? Was het echt? Jazeker, ja. Jazeker. Ja. Wij hadden wel eens, hè, ook in 2005 hebben we daar nog eens een paper over gepresenteerd, dat we wel eens een pandemie-stresstest hadden gedaan. En dat hadden doordacht wat een pandemie voor een economie kan betekenen. Maar om heel eerlijk te zijn, ik had niet gedacht vorig jaar. Laat ik zo zeggen, toen ik in Buitenhof zat in januari 2020, toen ik een 9 gaf voor de Nederlandse economie, had ik niet kunnen bevroeden dat we 2 weken later ineens vol in het nieuws rondom Wuhan en de besmettingen zouden zitten. Maar als we dan toch die stresstest pakken, hoe doen we het dan nu? Hoe hebben wij ons staande gehouden als economie tijdens deze pandemie? Tot dusverre denk ik dat we het heel behoorlijk doen. En ik denk dat we heel behoorlijk doen, omdat de overheid gewoon de rol heeft gepakt die het moet pakken. En dat is ook de primaire rol. Wij ondersteunen dat als centrale bankiers. Wij ondersteunen dat doordat we de rente laag houden, waardoor de overheden kunnen lenen
goedkoop kunnen lenen om die steun te verlenen aan de burgers en de bedrijven die zwaar geraakt worden door corona. Maar de overheid pakt die rol met name. En een van de redenen waarom ik denk dat we als beleidsmakers deze rol goed hebben kunnen pakken is omdat we natuurlijk na de vorige crisis niet hebben gedraald met het opbouwen van buffers. Ja. Dus wij zijn gewoon in topvorm deze crisis ingegaan. Deze crisis zowel de Nederlandse staat als ook onze banken hadden voldoende goede buffers. Zowel de overheid, maar ook de banken. Maar ook de consument, de Nederlandse consument. 2,9% werkloosheid bijvoorbeeld. Dus we waren in topvorm. Het is een zware aanslag op de gezondheid. Maar ik denk dat we het al met al heel behoorlijk doen. Ja, dus dat heeft er ook voor kunnen zorgen dat we eigenlijk heel royaal heel veel steunpakketten konden uitdelen. Maak jij je zorgen dat als zometeen die steun weer wegvalt, want er gaat toch een punt komen dat we ook weer richting normaal moeten. Er zitten op dit moment heel veel ondernemers dan toch aan het financiële infuus van de overheid. Voelen we nu wel echt de klap? Of gaat zometeen pas echt die klap komen van faillissementen, hogere werkloosheid? Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, goed, de belangrijke belegger, Warren Buffett, die heeft ooit eens gezegd, als het waterpeil zakt, zie je pas wie er naakt zwemmen. En dat geldt hier natuurlijk ook. Dus dat waterpeil, dat gaat een keer zakken. Ergens in de loop van dit jaar. Natuurlijk, ook in de gesprekken die ik in Den Haag heb, zal ik blijven zeggen van laat dat waterpeil alleen maar heel geleidelijk zakken. En haal dat water niet in één keer weg. Maar dat kan zou dat? Want dat betekent zijn. Wel nog steeds iets meer geld. Ja, wel afbouwen, kan. Maar toch nog wel meer dat geld kan. Blijven verlenen. Ja, dat kan. Dat ja. kan? Nee hoor, dus over de financiële positie van de overheid hoeven we ons op dit moment nog geen zorgen te maken. Er is zeker ruimte om dat te doen. Dus als de overheid dat geleidelijk doet, dan is het inderdaad zo dat geleidelijk zichtbaar zal worden waar de echte klappen zijn gevallen en waar dus ook zwakke plekken, te veel schulden bijvoorbeeld enzovoort zullen zitten. En dan zullen we heel gericht daar moeten kijken naar oplossingen waarbij crediteuren gewoon water bij de wijn zullen moeten doen. Alle crediteuren zullen daar af en toe wat water bij de wijn moeten doen. En de overheid kan nog steeds dat proces wel degelijk ondersteunen, maar met dan veel meer gerichte steun. En nu is de steun vrij ongericht. Iedereen die zich kwalificeert kan steun krijgen. Later in het jaar moet je langzamerhand weer wat meer gaan onderscheid maken wie het nog echt nodig hebben en wie alweer op eigen benen kunnen staan als wij de economie weer mogen vrijgeven. Maar over het geld van de overheid moeten we ons geen zorgen maken, zeg je. Maar ik denk als jongere, ik zie een oplopende staatsschuld en ik denk, wij moeten dat allemaal terug gaan betalen in de toekomst. Kan dit wel zo door blijven gaan, die oplopende staatsschuld? Nou, kijk, dan moet je altijd kijken naar het niveau van de staatsschuld. Wij zijn met een extreem gunstige positie begonnen. En wij komen volgens onze laatste inzichten komen net iets boven de Maastrichtse norm van 60% uit. Dat is echt geen probleem. Daarnaast gaat het altijd om de hoogte van de staatsschuld ten opzichte van het verdienvermogen in de economie. Want daar moet de terugbetaalcapaciteit uit komen. En zolang wij met dat geld, met die staatsschuld, maar de goede dingen doen, dus investeren in het verdienvermogen van onze Nederlandse economie, dan wel het op peil houden van het verdienvermogen. Want dat is eigenlijk gewoon de noodsteun van corona. Zorgen dat die productiecapaciteit niet verloren raakt. Zolang we daar maar de uitgaven op blijven richten, dan is die balans tussen groei van terugbetaalcapaciteit en extra groei van de staatsschuld is niet per se een bron van problemen. Niet per se zorgwekkend. Daar hoef ik niet van wakker te liggen als jongen. Nee, ik denk niet dat je daar op dit moment van wakker hoeft te liggen. Natuurlijk moeten we wel zorgen dat als de coronapandemie straks voorbij is, dat dan de oploop van de staatsschuld wel tot stilstand wordt gebracht. Ja, maar dan zie je nog wel politieke partijen die nog steeds dan ook naar de toekomst toe, dus over de komende decennia, nog steeds die staatsschuld niet helemaal weten terug te brengen. Maar dan zeg jij eigenlijk van, we moeten dan wel wat meer begrotingsdiscipline gaan krijgen. Ik denk dat we dan wel degelijk de oploop van de staatsschuld tot stilstand moeten brengen. Dat vind ik nog steeds, dat geeft nog steeds heel veel begrotingsruimte overigens hoor. Ik bedoel, voor de crisis hadden we een overschot op de begroting van 1%. Na de crisis is een tekort van 2% ongeveer genoeg om die oploop van die staatsschuld te stoppen. Ja. Dat betekent dus dat er gewoon structureel voor de politici na de crisis 3% meer begrotingsruimte is. Ja. Dat is 20 à 25 miljard in de Nederlandse verhoudingen per jaar. Dus meer begrotingsdiscipline, maar nog steeds is er dan een heel behoorlijke begrotingsruimte om verstandige dingen te doen. Ja. Als we het dan hebben over het verdienvermogen, want jij zegt van ja, die staatsschuld, dat is niet zo erg als we daar tegenover, maar wel dat verdienvermogen van Nederland in stand houden. Veronderstelt het ook, ik zit hier naar te kijken, een bepaalde economische groei. Dus zolang het in balans blijft met de aanname dat we een bepaalde economische groei weer in de toekomst gaan krijgen, dan gaat het goed. Maar er zijn ook mensen die zeggen, stop de groei. We zijn helemaal verslaafd aan economische groei. We moeten het veel meer hebben over brede welvaart, breed welzijn.
Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik zeg zeker niet. Ik hoor zeker niet tot de school die zegt stop de groei. Ik geloof juist dat om de uitdaging van de energietransitie en ook het klimaat te kunnen financieren, dat we wel degelijk economische groei nodig hebben. Sterker nog, voor zover wij vooruitgang hebben gemaakt op heel veel milieuterreinen, is het vooral gekomen omdat we dat hebben kunnen financieren dankzij de economische groei die we hebben gehad. We moeten alleen wel op zoek naar een ander soort groei. Een groei die ook ecologisch beter houdbaar is. En ik ga eigenlijk uit van een heel gematigde nominale groei van de Nederlandse economie van ongeveer 3%. Nou, verdeel dat eens in 2,5% reële groei, 1,5% inflatie. Dat is absoluut geen groei waarmee je de Nederlandse economie over de kling jaagt. En die groei die moet mogelijk zijn. En uit die groei kunnen we vervolgens de middelen financieren om ook echt onze economie te verduurzamen. Ja, maar op dit moment is economische groei nog wel heel erg gekoppeld aan dat we daarmee nog steeds het milieu belasten, grondstoffen uitputten. Dus eigenlijk moeten we naar een situatie toe waarin we dat ontkoppelen. Waarin als onze economie groeit, dat die groeit op een manier die in balans is eigenlijk ook met onze ecologie. Hoe kijk je daarnaar? Want veel jongeren die gaan ook de straat om. Wij zijn de klimaatgeneratie, we protesteren erop los. En toch, denken veel jongeren, die klimaatcrisis, als we daar nou net zoveel aandacht aan zouden besteden als dat we nu bezig zijn met het uit deze pandemie komen, dat is toch echt voor deze tijd zeg maar de grote uitdaging voor onze generatie. Hoe zie jij dat? Nou kijk, allereerst zou ik zeggen, volkomen terecht dat jullie je druk maken over het klimaat. En wij moeten ons daar net zo druk over maken dan jullie. Maar het is natuurlijk duidelijk dat de jongere generatie uiteindelijk het meeste last gaat hebben op het moment dat we deze klimaatcrisis onvoldoende het hoofd Maar de Greta's van deze wereld die zeggen we moeten in paniek raken. Ik wil dat jullie boos dat zijn, in paniek raken. Als ik één ding geloof, is dat ik op deze positie ben gekomen. Dat ik in mijn leven vrij weinig in paniek raak. En dat ik toch altijd probeer cool te blijven, ook onder hoge druk. En de feiten te blijven analyseren en op basis daarvan de juiste dingen te doen. Maar is op basis van de klimaatwetenschap het niet zo ernstig dat je inderdaad wel in paniek zou kunnen raken van, David Attenborough noemt het, we zitten in een mass extinction. Dit is een existentiële dreiging voor ons voortbestaan als mens. Het is ontegenzeggelijk waar dat het wel 5 voor 12 is. Dus we moeten wel zorgen dat we de bakens gaan verzetten. Ik geloof niet dat het nog te laat is. Maar het is duidelijk dat de tijd van dralen wel voorbij is. En kijk, dan is er geen tegenstelling in mijn optiek tussen dit probleem en de economie. Sterker nog, we hebben economische mechanismen nodig om dit probleem op te lossen. En één echt mechanisme is gewoon adequate beprijzing van vervuiling. Want dit probleem heeft alleen maar kunnen ontstaan doordat mensen denken dat ze voor €40 naar Nice kunnen vliegen. Dat de kostendekkende prijs is van een ticket naar Nice. Iedereen maar weet zegt dat dan natuurlijk ook, niet we hebben is. Een ander fiscaal systeem nodig. Dus we moeten bijvoorbeeld grondstoffen ook zwaarder gaan belasten. En misschien belasting op arbeid omlaag. Dus we moeten andere prikkels ook in ons fiscale systeem gaan leggen. We moeten vervuiling gaan beprijzen. Ja. Zodat de relatieve prijzen in onze economie betere prikkels gaan geven. Dat schonere activiteiten eigenlijk relatief goedkoper worden. En vervuilende activiteiten duurder. En dan heb ik heel veel vertrouwen in de private sector en de normale economische mechanismen, dat wij gewoon vanuit de private sector vanzelf naar schonere industrieën en naar schonere activiteiten worden gebracht. Maar dat is vervuiling. Maar zou je ook zeggen op de schaarste bijvoorbeeld van bepaalde materialen of grondstoffen, of misschien ook wel op biodiversiteit, of eigenlijk alle andere natuurlijke hulpbronnen waar we een schaarste aan hebben, daar moeten we ook dat prijsmechanisme op gaan loslaten? Ja, want die gaan dan veel duurder worden. Dat is onmiskenbaar waar. Ook daar zal het prijsmechanisme gewoon zijn werk moeten doen. Ja. Droomt u van een inclusieve rijksbegroting in de toekomst? Waarin gewoon op de balans ook staat hoeveel bijen we hebben in Nederland, de biodiversiteit, schone lucht, eigenlijk alles andere wat we waardevol zijn gaan vinden, ook in deze pandemie. Ziet u zo'n soort van inclusieve manier van kijken naar financiën voor u? Voor je? Nou, kijk, ik blijf een beetje tussen u en je om al deze dingen op één noemer te brengen. Dus de rijksbegroting probeert natuurlijk allerlei dingen op een financiële noemer te brengen. En daarom is het lastig om het op deze manier te doen. Maar volgens mij is het onderliggende punt wat je probeert te maken, dat niet alle dingen die in geld uitgedrukt worden, hebben waarde. En niet alle dingen die waarde hebben, kun je in geld uitdrukken. En dat geldt bijvoorbeeld voor de biodiversiteit. Zeker. Ja, dat is ontegenzeggelijk waardevol. Maar ook dat heeft weer een economische dimensie. Want op het moment dat wij de biodiversiteit te veel zouden beschadigen, dan zijn daar heel veel economische activiteiten van
afhankelijk. En die activiteiten zullen vervolgens ook het loodje leggen. Er zijn financiële instellingen die dat gefinancierd hebben. Die hebben dan de verkeerde uitzettingen. Die zullen daar last voor krijgen. Dus ook dat is een onderwerp waar je ook gewoon als economische instelling, als de Nederlandse Bank, vroegtijdig aandacht voor moet vragen. Maar hoe groot is dat risico ongeveer? Want op CO2 noemen ze dat dan vaak de carbon bubble die in assets kan zitten. Maar voor biodiversiteit of voor andere dingen die we waardevol vinden, hoe risicovol is het op dit moment dat we in onze financiële instellingen inderdaad belegd zijn in bedrijven of organisaties die misschien meer schade toebrengen op dit moment aan de planeet en dus bijdragen misschien ook aan klimaatopwarming ten opzichte van hoe goed we geïnvesteerd zijn in die duurzame bedrijven? Nou kijk, het is ontegenzeggelijk waar dat de uitzettingen van de financiële instellingen op dit moment te veel van zeg maar de verkeerde uitzettingen kennen en nog te weinig van de goede. Ja. Maar we hoeven deze verandering niet overnight te realiseren. En daarom zeggen we altijd, hoe eerder je kunt beginnen, hoe meer je de tijd kunt nemen voor de verandering en hoe soepeler en geleidelijker je ook die verandering teweeg kunt brengen. En even terug naar mijn rol. Wij proberen financiële stabiliteit te waarborgen. Financiële stabiliteit heeft vooral last van schokgewijze aanpassingen. Okay. Dus als er heel plotseling in een hele korte termijn een hele radicale aanpassing zeg maar, nodig is. En dat proberen wij dus te vermijden door vroegtijdig te waarschuwen, vroegtijdig tegen de financiële instellingen te gaan zeggen, wij gaan hier extra op toezien dat jullie zo snel mogelijk probeert om inderdaad je risicoprofiel bij te buigen. Het is wel grappig, want in die zin zijn wij een beetje tegenstrijdige karakters. Want jij bent heel erg van de geleidelijkheid en ik ben heel erg van de radicaliteit. Ja, maar dat heeft misschien iets met de leeftijd te maken. De geleidelijkheid komt met de leeftijd. Dat komt met de leeftijd, ja. Het geloof in maakbaarheid neemt dan iets af. En dan daalt toch ook wel de realisatie in dat je misschien iets vroeger moet beginnen als je echt dingen gedaan wilt krijgen. Wat bewonder jij in de jonge generatie? Als je kijkt naar de jonge generatie, wat zie jij dan gebeuren bij de generatie waarvan je denkt, dat fascineert mij. Dat energie. En optimisme natuurlijk. Ja. Ja, dat vind ik gewoon het heerlijke van het werken met jongeren. Wij hebben ook bij de Nederlandse Bank een enorme aanwas van jongeren die heel graag bij ons komen werken. En die zijn gewoon inspirerend, omdat ze ook een andere blik meenemen. Ze zijn nog niet zo gevormd in dezelfde mal dan mensen van mijn generatie, die natuurlijk toch al een aantal tientallen jaren gewend zijn dingen op een bepaalde manier te doen. Jongeren hebben ook een hele open blik. Een hele inclusieve blik. Hè, laten zich ook niet zo snel weerhouden door traditionele grenzen en traditionele begrenzingen. Ja. Dus ja, dat geeft gewoon heel veel inspiratie. Ja. Hoe kijk je naar dat jongeren zich nu ook in het publieke debat eigenlijk steeds meer aan het mengen zijn? Er zijn een paar thema's die denk ik ook jongeren heel erg aangaan. We hadden het net al over klimaat, maar we natuurlijk ook pensioenen, de woningmarkt, het onderwijs. Je ziet eigenlijk dat jongeren zich steeds beter ook weten te organiseren. Maar toch is mijn idee nog onvoldoende. Toch zie je toch nog veel beleidskeuzes ten faveur van de de oudere generaties uitpakken. Deel jij die observatie? Klopt dat? Ja, deels klopt dat wel. Ja, er is natuurlijk een aantal dossiers. Kijk, neem bijvoorbeeld het pensioendossier. Helaas moet je daar constateren dat de jongere generatie gewoon afgehaakt is bij het huidige pensioenstelsel. Ja. En het debat over het huidige pensioenstelsel gaat ongeveer over de tweede helft van de actieve generatie en de al gepensioneerden. Ja. Terwijl de jongeren wel degelijk ook daar grote belangen op het spel hebben. Dus de jongeren zouden zich daar ook echt actief in moeten mengen. Ja. En de politiek moet er ook voor zorgen dat het jongerenperspectief ook voldoende aan bod komt. Ja. We kennen allemaal toch wel de problemen van de vakbeweging met een zeer vergrijsde achterban. Dus daar moet de politiek denk ik ook rekening mee houden dat het moet gaan om een goed pensioen voor alle generaties. Maar hoe komt het dat ze dus, want dan is het eigenlijk zo van totdat jongeren niet beter georganiseerd zijn of echt aan tafel zitten, wordt dat belang dat het goed is om te kijken naar hoe is het pensioen voor toekomstige generaties, dat niet zelf wordt erkend. Of dat onvoldoende op het netvlies staat van de huidige. Omdat het natuurlijk ver weg is. En niets menselijk is ook jullie vreemd. De dingen die dichtbij zijn hebben natuurlijk veel meer aandacht dan de dingen die nog heel ver weg liggen. Maar, zeg ik er dan bij, iets wat ver in de toekomst ligt is toch wel degelijk heel erg belangrijk. Maar komt het ook omdat het eigen is aan de politiek, dat het toch iets meer korte termijn gericht is, regeringsperiodes gericht is en dat je met een pensioen eigenlijk vele jaren vooruit moet kijken? Wat zou een manier kunnen zijn om naar dat effect van die generaties over de langere termijn te kijken? Hoe zou je dat kunnen inbouwen in bijvoorbeeld de besluitvorming of in het praten over het pensioenstelsel? Nou, ik denk dat de manier waarop je er nu over praat ongeveer de manier is waarop wij er ook tegenaan kijken. Wij proberen juist niet van
die korte termijn te zijn. Wij hebben niet voor niks in onze missie staan dat we voor duurzame welvaart zijn. Niet alleen voor welvaart. En ook zeker niet de korte halen gauw thuis type welvaart. En wij proberen juist in het pensioendossier dus ook over alle generaties heen te kijken. En we hebben dus ook ingebracht dat bij bijvoorbeeld de wijziging van het pensioenstelsel, dat er ook voor elke generaties open en transparant in kaart wordt gebracht. Okay. Wat het netto profijt voor die generatie is van deze wijziging. En natuurlijk kunnen daar transfers bij horen. Natuurlijk kan het zo zijn dat de politiek besluit dat er hier en daar herverdeeld moet worden tussen generaties. Maar doe dat dan wel open en eerlijk, zodat we later geen generaties krijgen die zeggen, hey, wat is daar gebeurd? Ik wist hier niks van. Ja. Wat kan ervoor zorgen dat die rente wel weer gaat stijgen, zodat dat spaargeld, dat het wel weer interessant wordt om je geld op een spaarrekening te zetten? Nou, wanneer gaat dat belangrijk gebeuren? Is om hier ook de effecten van de vergrijzing in te zien. Dus de rente is eigenlijk een soort evenwichtsvariabele tussen besparingen aan de ene kant en geneigdheid om te investeren aan de andere kant. Door de vergrijzing zijn er heel veel mensen die graag voor hun oude dag willen sparen. Dus er is een overvloed aan besparingen in de wereld. Onze economie maakt een transitie door van industrie naar diensten. Diensten hebben veel lagere investeringen nodig dan industrie. Als je een bedrijf in de maakindustrie moet je veel meer investeringen doen dan wanneer je een consultancybureautje opent. Ja. Dus dat leidt tot veel lagere vraag naar investeringen. Hogere besparingen, lagere investeringen. Ja, dat leidt er natuurlijk toe dat de evenwichtsrente heel erg laag wordt. Ja. Dus uiteindelijk zullen we weer toe moeten naar hogere investeringen, hogere productiviteitsgroei in onze economie. Die vergrijzing gaat ze natuurlijk wel een keer omdraaien. De mensen gaan een keer allemaal met pensioen en gaan ook een keer allemaal weer overlijden. Dat duurt volgens mij nog wel een paar decennia. Dat duurt nog wel een paar decennia. En als we even kijken naar Japan, wat qua demografie zo 15 jaar op ons voorloopt, dan weten we ook wel ongeveer dat we nog wel 15, 20 jaar te gaan hebben waarin die demografie toch vrij ongunstig zal zijn voor het renteniveau in Europa. Maar ergens gaan we wel een keer weer naar hogere rentes toe. Ja. En ik hoop ook natuurlijk dat we ergens weer wat normalere inflatieniveaus zullen krijgen, zodat ook centrale banken doordat een einde kunnen maken. Doordat mensen zo meteen weer na de crisis meer gaan spenderen, bijvoorbeeld, is dat wel de verwachting? Ja, dat kan een oorzaak zijn. Kijk, het inflatieproces is een vrij moeilijk proces. Dus er is nog steeds meer wat we niet begrijpen over inflatie dan dat we wel begrijpen. En de grote episodes in het verleden waarin er veel inflatie was, dat waren altijd episodes die ons verrasten. Dus we zijn niet heel goed in het zien aankomen van inflatie. Maar dat er ooit een keer weer inflatie gaat ontstaan, daarvan ben ik overtuigd. Ja, als we even kijken naar, we hebben de afgelopen jaar in een crisis gezeten. Heel veel thuiswerken. Het is voor de samenleving ook een hele zware periode geweest. We zijn ook weer heel veel dingen gaan herwaarderen volgens mij. Buiten zijn, schone lucht, de zorg, elkaar. Zijn er dingen die jij hebt meegemaakt of inzichten die je hebt opgedaan in het afgelopen jaar persoonlijk, waarvan je denkt van ja, dat heeft mij echt wel anders doen kijken naar mijn functie of naar mijn omgeving of naar de wereld om mij heen door deze crisis? Ja, ik denk dat ik een beetje door dezelfde emoties heen gegaan ben dan de gemiddelde Nederlander. Ik zit al een jaar lang in mijn studeerkamer. Ja, dat ben ik ook spuugzat. Ja, ik mis dezelfde dingen. Ik mis het biertje met de vrienden op het terras. Een keer naar een concert of een theatervoorstelling. Of een keer met mijn zoon naar Ajax. Al die dingen, die mis ik natuurlijk vreselijk. En daar ga je de waarde van wel weer inzien. Dus corona heeft ons natuurlijk beroofd van een enorme hoeveelheid vrijheden, waarvan we eigenlijk al niet meer bewust waren dat we die vrijheden hadden. En nu we ze even tijdelijk kwijt zijn, gaan we dat pas weer realiseren. En dat besef is mij natuurlijk ook overkomen. Zijn we door het ergste heen? Als je kijkt vooruit, zijn we, er is licht aan het einde van de tunnel. Maar in jouw inschatting zijn we nu wel door de ergste gedeelte van deze crisis heen? Gaat het vanaf nu allemaal beter worden of zijn er ook dingen waar je zorgen over maakt? Normaal gesproken zijn we door het ergste van de crisis heen. Het enige scenario waarin ik me iets kan voorstellen dat we dat nog niet zijn, zou zijn als er nu varianten van corona gaan ontstaan waar onze vaccins totaal niet responsief op zouden zijn. Maar normaal gesproken is het perspectief op dit moment synoniem met het vaccineren. We zijn wat laat op gang gekomen in Nederland, maar het vaccinatieproces loopt. Het is redelijk voorspelbaar hoe het nu ook in de rest van het jaar gaat doorlopen. Als we dat gewoon doorlopen, dan hebben we het ergste absoluut gehad. Ja.
Tenzij er dus varianten komen waar die vaccins niet tegen gewassen worden. Ja, want dan wordt het natuurlijk toch weer onzeker. Ja. Als het dan toch nog even gaat over de afgelopen periode. Je zei ook al eerder van ik heb nu veel meer vaker naar buiten moeten treden. Ook meer media optredens moeten doen dan ooit. Vond je het lastig om je ook meer op dat politieke terrein te begeven? Want het kabinet heeft natuurlijk een bepaalde corona-aanpak gehad. Ik kan me voorstellen, die heeft gewoon ook heel veel invloed op de economie. Je gaat niet over die politieke strategie, maar vindt er waarschijnlijk misschien wel van alles van de keuzes die zijn gemaakt en hoe die ook de economie hebben geraakt. En dan moest je daar ook nog over vaker naar voren treden. Hoe was dat? Voelde je daar een spanningsveld in? Of? Nou, kijk, ik ben zelf geen politicus en wij zijn geen politieke organisatie. Maar als ik natuurlijk geen gevoel zou hebben voor politieke processen, dan zou ik het best wel moeilijk hebben op deze plek. Dus veel van wat wij doen raakt natuurlijk wel politieke vraagstukken. En in die zin is corona ook niet anders. Wij proberen altijd vanuit onze eigen deskundigheid te adviseren. Dus wij hebben ook, we hebben het coronabeleid van het kabinet gesteund, maar vanuit onze eigen expertise. Wij hebben een bepaald beeld van de economie. We hebben natuurlijk die expertise uitgebreid met epidemiologische kennis. Dus ook onze modellen hebben we daarop aangepast. Maar uit die modellen komt bijvoorbeeld heel duidelijk naar voren dat er op langere termijn geen afruil is tussen gezondheid en de economie. En dat de beste manier om de economische schade te beperken toch het onder controle krijgen en houden van de pandemie is. Dan kun je zeggen van nou, dat sluit wel heel erg aan bij de opvattingen van het kabinet. Nou, dat is dan heel mooi, want bij ons komt die opvatting gewoon vanuit ons eigen analytisch apparaat. Ja, dus jullie hebben ook eigen deskundigen nog eigenlijk aangevuld, epidemiologische kennis in huis gehaald of aangevuld om te kijken hoe zijn onze economische modellen of forecasts, hoe vallen die samen? Wat is het verband tussen de ontwikkeling van de pandemie en de restricties die je vervolgens aan de economie gaat opleggen en hoe gaan die restricties, die lockdown restricties, dus zich doorwerken op consumptie, op investeringen, op de economische variabelen? Hebben jullie daar ook rapporten? Ik ben oprecht benieuwd. Hoe hebben jullie ook oprecht rapporten daarover naar buiten gebracht? Nou ja, wij presenteren twee keer per jaar onze ramingen. Ja. We hebben voorjaarsramingen en najaarsramingen, juni en december. En in die ramingen besteden we de laatste tijd aandacht aan de interactie tussen de pandemie en onze ramingen. Ja, ja. Maar helemaal aan het begin zei je van we hebben al jaren geleden het een keer gehad over wat zou er gebeuren als we in een pandemie belanden. Ik zie, en daar maak ik me dan ook als jongere veel zorgen over, nog heel weinig aandacht voor de oorzaken ook van onze manier van leven. Dus wereldhandel, het dichtbij leven met wilde dieren, handel in wilde dieren, consumptie van wilde dieren. Als oorzaak van nou, misschien in de toekomst ook nog wel meer pandemieën. Ik zie daar nog vrij weinig aandacht voor. Hoe zie jij dat? Ja, kijk, het is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen, maar het gevoel wat je uitspreekt dat we misschien wel vaker met een pandemie te maken zullen krijgen. Omdat vanwege onze omgang mensen en dier, gebrek aan de biodiversiteit, het zoveelvuldig gebruik verbonden van antibiotica wereld, en dingen. Dat je kunt afvragen of de medische dingen die we ontwikkelen soms niet hun effectiviteit gaan verliezen enzovoort. Dat zijn natuurlijk hele legitieme vragen. En misschien is het inderdaad wel zo dat we naar een wereld toe gaan dat we vaker met pandemieën te maken zullen hebben. Schatten jullie dat risico nu vele malen hoger ja, in naar de toekomst? Ja, dat gaan we nu ongetwijfeld door schade en schande wordt men wijs. Dat gaan we ongetwijfeld een hogere waarschijnlijkheid toekennen in de toekomst dan dat we dat misschien voor dit jaar of voor afgelopen jaar deden. Tegelijkertijd, er is ook wel weer reden tot optimisme, hè? Want we hebben in no time hebben we toch weer een vaccin ontwikkeld. Ja. Dat vroeger ging daar jaren over. Dus het aanpassend vermogen van in dit geval van de pharma is toch ook wel echt indrukwekkend hoe snel die vaccins weer ontwikkeld zijn. Ja, en daar mag je natuurlijk wel hoopvol zijn dat als er pandemieën straks ontstaan wat een beetje varianten zijn van de huidige, dat we ook qua het ontwikkelen van vaccins niet op nul hoeven te beginnen, maar in ieder geval wel weer een behoorlijke infrastructuur hebben staan om dat zo snel mogelijk te kunnen ontwikkelen. Ja. Ja, Klaas, ik spreek heel veel jongeren om me heen en die zitten gewoon massaal bitcoins te kopen, omdat ze tijdens deze crisis zich een beetje zorgen maken over de toekomst van het financiële systeem. Maar ook omdat je gewoon op je spaarrekening heel weinig rente nog krijgt. Dus je bouwt vrij weinig spaargeld op. Wat vind jij daarvan? Nou ja, kijk, het is natuurlijk ontegenzeggelijk waar dat je op dit moment heel weinig rente op je spaargeld krijgt. En dat is ook gewoon echt wel heel jammer. Ik bedoel, als ik naar mijn kinderen kijk, die hebben in hun hele leven nog nooit rente op hun spaargeld gehad. Nou, ik herinner mezelf, toen ik kind was, dat ik op mijn zilvervlootrekening, geloof ik, 2 keer per jaar rente bijgeschreven kreeg. Ik herinner me nog wat
dat voor sensatie was. Daar hoefden we niks voor te doen, dat kwam maar gewoon bij. En, en dat die impuls, dat hebben mijn kinderen dus nooit meegemaakt. Dus ik begrijp de gevoelens daarbij. Ja, kijk, specifiek ten aanzien van Bitcoin zou ik wel willen zeggen, het is een speculatieve belegging. En niets anders dan dat. Wat is een speculatieve belegging? Dat je normaal gesproken met die belegging recht op iets hebt. Ja. Een kaststroom of een grondstof of weet ik wat. En daarnaast is die speculatieve belegging net zoveel waard als dat anderen denken dat die ook waard gaat worden in de toekomst. Ja, dus het ene is echt de reële economie. Er zit en het andere is het speculatieve onder. Deel. Ja. Bij Bitcoin is dat reële deel nul. Je hebt helemaal nergens recht op. Ja. Het is een gemaakte munt en de waarde wordt alleen maar bepaald door wat andere mensen denken dat het ding waard is. Ja, daar zijn andere voorbeelden van in de geschiedenis. En dat is niet allemaal goed afgelopen. Maar je ziet het dan ook niet als een nieuwe economie. Want je ziet toch ook dat veel bedrijven die bijvoorbeeld met heel veel geld de beurs opgaan, die zijn ook vaak gebaseerd op het aantal views bijvoorbeeld, wat een TikTok of een Instagram of het aantal followers of gebruikers. Dat is ook natuurlijk een beetje... Ja, dus je ziet maar daar zit dan toch wel iets achter van die bedrijven. Die hebben een verwachting dat ze in de toekomst heel veel winst kunnen gaan maken. Ja, omdat ze iets ontwikkeld hebben wat waarde vertegenwoordigt. Hè? Omgaan met consumentendata of met sociale contacten of weet ik wat. En daar zit in ieder geval in de toekomst dan wel degelijk een grote kaststroom achter. Ja. Dus maar digital currencies, dat worden niet dat is niet de nieuwe economie. Nou, kijk, het is een interessant fenomeen. Dus wij volgen dat ook van zeer nabij. En voor zover er straks ook misschien minder en minder gebruik van cash gaat worden gemaakt in de economie, denken wij ook zelf na of wij niet een digitale munt moeten uitgeven. Ja. Maar dat is dan wel een munt waar, als je die in bezit hebt, een claim op de tegoeden van de centrale bank achter zit. Zodat je ook werkelijk ergens recht op hebt. En zodat er ook echt onderliggende waarde is. Wanneer leven we in een volledig cashloze samenleving, is dat te zeggen? Dus veel over nou, te dat doen hangt af van ook. De voorkeur van natuurlijk de burgers en bedrijven. En op dit moment is het gewoon zo dat nog een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking toch wel behoefte heeft aan cash. Ja, er zijn mensen die het gewoon ingewikkeld vinden om digitaal te betalen enzovoort. En voor cash is dan toch makkelijker. Het is ook makkelijker om te budgetteren met cash, is het want het geld staat een keer op. Want mijn beeld van het biedt ook een bepaalde toch veiligheid. Misschien slaat het nergens op, maar ik heb het idee van, nou, er is dan nog ergens een kluis met fysiek geld. En als alles digitaal is en je wordt gehackt of je hebt er geen toegang meer toe of er gebeurt iets digitaals, cyberterrorisme, wat dan ook, dan zijn we in één keer dus geldloos. Nee, kijk, als alle computersystemen het niet meer zouden doen, dan is het makkelijk als er nog cash zou zijn, want dan heb je een terugvaloptie om elkaar te betalen. Maar laten we gewoon heel eerlijk zijn, een bankbiljet is natuurlijk ook een stukje papier. Dus de intrinsieke waarde van een bankbiljet van is ook 1 of 2 cent. Ja. Dus waarom heeft het waarde opnieuw? Omdat het een claim op iets vertegenwoordigt. Hè, dat je met dat bankbiljet naar de Nederlandse bank kunt. En dat je daar waarde uitgekeerd kan. Dus zolang de instituties die claims eigenlijk onderschrijven of erkennen, dan heeft het die waarde. En dat dan heeft voor het de die digital waarde. Precies, het gaat altijd om de waarde van de onderliggende instituties. Ja. Heel interessant, zouden we het nog lang over kunnen hebben. Maar we moeten het ook nog meer hebben, denk ik, over de positie van jongeren. Want jongeren zijn in deze crisis, die gingen al de crisis in met een aantal problemen. Dus ze konden moeilijk aan een huis komen. Studieschulden is een groot probleem. Flexcontracten. Ja, hoe staat het eigenlijk met die positie van jongeren? Maak je daar zorgen over? Ja, kijk, het is wel zo dat jongeren natuurlijk in de coronacrisis relatief hard geraakt zijn. Ja, dus als je kijkt waar de werkloosheid is opgelopen in de Nederlandse economie, dan is het vooral in de categorie jongeren. En dat komt omdat zij oververtegenwoordigd zijn in de sectoren die nogal hard geraakt zijn. De horeca, de handel enzovoort. Toerisme, en het komt omdat zij oververtegenwoordigd zijn in dat gedeelte van de werknemers wat een flexibel contract heeft en geen vast contract. En ja, dat is wel dat was een kwetsbaarheid in de vorige crisis. En opnieuw een kwetsbaarheid in de huidige crisis. Voor ons is dat wel een van de redenen. Hè, dat er nu echt ook het nieuwe kabinet voortgang moet maken met de hervorming van de arbeidsmarkt. Wij denken dat de commissie Borslap daar een aantal uitstekende aanzetten voor heeft gedaan. Laten we daar nou niet langer over dralen. Laten we niet nog een rondje rondom de kerk dat al zo vaak... Wat is de kern, wat jou betreft? Nou, de kern is eigenlijk dat Borslap probeert het verschil tussen vaste contracten en flexibele contracten. Je zou kunnen zeggen tussen insiders en outsiders. Dat hij die verschillen probeert te verkleinen. Dus vast, minder vast. Flex juist meer vast maken.
zodat er minder grote verschillen zijn. En dat betekent dus ook een betere bescherming voor de kwetsbare groepen. Zijn mensen die flex zijn, zoals ik? Ik ben altijd flex geweest eigenlijk sinds mijn studietijd. Zijn die altijd kwetsbaar? Niet altijd. Ben ik me niet bewust van mijn kwetsbaarheid? Er zit in de categorie flex zit een grote groep die wel degelijk kwetsbaar is. En die eigenlijk ook alleen maar flex is, omdat werkgevers daarmee kunnen besparen op de loonkosten. Ja. Kijk, er zijn ook mensen zoals jij die oprecht flex zijn, die oprecht ZZP'er zijn, omdat ze gewoon op die manier een goede professie voor zichzelf hebben. En die mensen zijn natuurlijk niet zielig. Ja. Dus je bent ook voorstander als we even een parallel maken. Hè? Dus flex moeten we iets vaster gaan maken. Dus iets meer zekerheden voor mensen die een kwetsbare positie hebben. Die parallel kan je ook maken voor de woningmarkt. Er zijn echt heel veel. We hebben op een gegeven moment steeds meer flexibilisering ook in de huurcontracten toegestaan. Dus dat er heel veel mensen zijn die moeten ieder jaar, twee jaar op zoek naar een nieuwe woning. Zeg je daar ook, daar moeten we ook meer zekerheden gaan creëren? Nou, wat we daar in ieder geval voor moeten doen is dat we de behandeling, bijvoorbeeld in ons belastingstelsel, tussen huren en kopen, dat we dat enorm grote verschil kleiner moeten gaan maken. Want de manier waarop wij nu bijvoorbeeld eigen woningbezit in ons belastingstelsel behandelen, ja, dat bevoordeelt enorm de woningbezitters. Het jaagt de prijzen enorm op. Maar dat maakt het dus voor de starters steeds moeilijker. En ongetwijfeld zul je heel veel vrienden in je eigen omgeving hebben die eigenlijk geen weinig perspectief meer zien. Hoe gaan zij ooit die huizenprijzen betalen? Ja. Hoe belangrijk is het dat woningbezit, dat je je eerste huis kan gaan kopen? Hoe belangrijk is dat voor een generatie cohort om die stap te kunnen zetten? Nou ja, kijk, de meeste Nederlanders bouwen vermogen op in hun huis. Dus ik begrijp dat eigen woningbezit best heel belangrijk is. De vraag alleen is of je dat als overheid zo moet subsidiëren en stimuleren dat zodra dat je een soort markt krijgt, dat zodra je binnen bent, dan heb je alle voordelen. Ja. Maar de barrières om überhaupt nog tot die markt te kunnen toetreden, om je eerste huis te kopen, die worden groter en groter en groter. Ja. Maar was dat een gezonde dynamiek? Want als ik denk aan mijn ouders inderdaad, eerste huis gekocht, verkocht, nou dan kon je weer een wat groter huis kopen, dat weer verkocht. Dus eigenlijk dat pensioen zit gewoon inderdaad in het feit dat ze steeds beter een huis hebben kunnen kopen. Is dat de normale, nou, op zich gezonde, wil ik niemand de mogelijkheid ontzeggen om natuurlijk vermogen op te bouwen in een eigen huis. Ik vind alleen niet dat de overheid dat moet subsidiëren. Ja. Als die subsidies er alleen maar toe leiden dat de huizenprijzen de pan uitreizen. En dat je dus een steeds grotere scheefgroei krijgt. Ja. Ja, het verschil tussen dan die insiders inderdaad en die outsiders steeds groter wordt, waardoor je eigenlijk er zo'n grote kloof is dat, nou ja, je hebt alleen maar voordelen als je woningeigenaar bent, maar als je dat niet hebt, heb je eigenlijk helemaal geen. Kijk, het probleem is dat de woningmarkt is bij uitstek een markt waar politieke initiatieven smoren in de goede bedoelingen. Er is gewoon een groot tekort aan woningen in Nederland. Terwijl alle politieke initiatieven zich er eigenlijk op richten om mensen makkelijker geld te kunnen laten lenen, hoger te kunnen laten bieden op woningen, meer financiële ruimte enzovoort. Maar als het aanbod tekortschiet, dan betekent meer financiële ruimte alleen maar hogere huizenprijzen. En ben je dus dat voordeel van dat je even kort wat meer financiële ruimte had, ben je binnen een paar weken kwijt, omdat het één op één al in de hogere prijs tot uitdrukking is gekomen. Je zegt, jongeren hebben tijdens deze crisis de hardste klappen gevangen door allerlei redenen, door de sectoren waarin ze werken. Ze zijn buitengewoon solidair geweest met de ouderen. Laten we gewoon ook even eerlijk zijn. De medische consequenties van corona, die raken natuurlijk het oudere deel van de bevolking veel harder dan de jongeren. Terwijl een fors aantal van de restricties, de lockdowns, vooral de jongeren raken. Kijk naar het sluiten van de scholen, kijk naar de avondklok, kijk naar het verbieden van bepaalde sociale contacten. Enzovoort. Tuurlijk is dat gewoon ook een stukje beschaving. Dat jongeren zich in dit soort situaties solidair tonen met de ouderen. Maar ik vind dat we ook best oog mogen hebben voor het feit dat die jongeren inderdaad zich ook best veel opofferingen moeten getroosten op dit moment. Oog voor, of zeg je ook, ik wil wel een oproep doen dat we in de herstelperiode die solidariteit andersom wat meer naar de jongeren gaan tonen. Dus dat we waar mogelijk gaan kijken hoe kunnen we die positie van de jongeren wat meer gaan verstevigen. Zeker. En wij zijn ook als de Nederlandse Bank, wij participeren ook in de SER. En de Sociaal Economische Raad. En de SER heeft ook recent hier expliciet aandacht voor gevraagd voor de positie van jongeren. Omdat zij toch zich wel, vind ik, echt, ze verdienen echt een pluim. Mooi, dankjewel. Klaas, ik ben nog benieuwd tot slot. Wat ga jij hier nou doen? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Kijk, ik ben nog tot 2025 in deze functie.
Ik ga per 1 december van dit jaar word ik voorzitter van de Financial Stability Board. Dat is een prestigieuze internationale positie die ik erbij krijg voor 3 jaar. Het klinkt heel chic, maar ik weet niet wat het is. Nou ja, dat is zeg maar het mondiale orgaan waarin de mondiale standaarden worden gezet voor alles wat te maken heeft met bankentoezicht, met toezicht op de financiële sector. Dus de grote mondiale financiële stabiliteitsautoriteit, zou ik durven zeggen. Daarin zitten alle centrale banken, alle ministeries van Financiën en alle toezichthouders uit de G20. Dat zijn de 20 belangrijkste landen in de wereld. En dat is dus direct van invloed op hoeveel weerstandsvermogen zal er binnen de banken, is er binnen het bankwezen nodig. Hoe kijken we aan tegen speculatieve ontwikkelingen op financiële markten enzovoort. Ja, daar zie ik enorm naar uit om dat te gaan doen. En dus daarna ben ik nog niet meer bezig. En ga je dat heel evenwichtig doen, zoals we het aan het begin van het gesprek over hadden, of dan met iets meer radicaliteit? Nee, kijk, ik ben meer van de evolutie dan van de revolutie. Bovendien, dit is ook een vrij bedaard gezelschap, kan ik je verzekeren. Dus dat ga ik gewoon doen zoals ik eigenlijk aan alles wat ik in het leven leiding heb gegeven. Dus, ik denk dat je het toch op een positieve manier gaat opschudden. Dat ga ik zeker doen. Dankjewel, Klaas.